In de eerste helft heeft Luciano het nog niet zo druk. Na rust, als Groningen ver wordt teruggedrongen, wordt de doelman veelvuldig op de proef gesteld. We hebben heel hard gevochten. Ja, natuurlijk kunnen we de nul houden. En ja, ik was gewoon heel geconcentreerd vanavond. Ik ben heel blij voor dat soort dingen. Het kan geen toeval zijn dat de 13e of 14e keer is dat wij de nul houden. En het kan ook geen toeval zijn dat we dit seizoen al een aantal keren, dan heb ik het over Utrecht, dan heb ik ADO Den Haag, dat wij dit seizoen in staat zijn om wedstrijden te winnen, terwijl je niet goed speelt, maar wel knokt met elkaar. En dat is ook een kwaliteit, hoewel dat niet genoeg is om zeg maar in de top 5 te spelen, want daar schieten we dit seizoen nog ietsjes tekort. Femi krijgt opvallend genoeg de voorkeur boven Paul Matthijs. Hij is in de tweede helft dicht bij de 2-0. Dat was denk ik wel het moment dat we de wedstrijd voortijdig hadden kunnen beslissen. Maar ja, dat gebeurde dus niet. Dus het was billen knijpen tot aan de laatste seconde. Waarin de keeper van de Graafschap Heijblok eigenlijk nog bijna scoort. Waarom begon Femi op de plek van Paul Matthijs? Omdat wij vonden dat hij... Dankjewel Geert. Dat hij dat had verdiend. Hij heeft toch voor hem was het ook een hele moeilijke situatie. Hij is met heel veel verwachtingen hier naartoe gekomen. Hij speelt in de tweede. Maandag was hij in de tweede nog gewoon de beste man. Hij is goed ingevallen. Hij traint goed. Dus we hebben gemeend om hem te belonen. En vandaar dat hij begon. Marcus Berg wordt in de rust gewisseld. De topscorer heeft te veel last van de blessure aan zijn hiel. De pijnstillers die hij voor de wedstrijd krijgt zijn uitgewerkt. Ik krijg meer en meer pijn, zo ja, ik kan niks doen. Zo, het is beter om wisselen en een fit jongen te laten spelen. Wat is het nou precies? Je Achilles of je hiel of je voet? Wat is het nou? Ja, ik weet niet precies, maar ja, is in mijn voet. En hoe voelt het nu? Nou, als ik alleen loop is het geen probleem, maar als ik moet... Ja, veel lopen en dan heb ik een probleem. So, yeah. Berg heeft 2 weken de tijd om te herstellen, want hij is geschorst voor de wedstrijd tegen Willem II. En dat betekent dat de kans groot is dat Pepijn Kluin aanstaande zondag opnieuw in de basis begint. Ja, het was hard werken vandaag. Het stond tegen natuurlijk sterke jongens. Het was hard werken voor me, maar ik denk dat ik hem aardig heb gered. De degradatiezorgen voor de Graafschap zijn alleen maar groter geworden. Vandaar de opbeurende woorden van Martijn Meerdink. Jammer, of niet? Nee. Oh. Hè? Nee. Niet? Nee. Komt wel goed, jongen. En dat hoopt Meerdink misschien ook wel voor zichzelf, als hij volgend seizoen eventueel terugkeert bij zijn oude club. Zondag kan Groningen met hopelijk beter voetbal deelname aan de play-offs definitief veiligstellen.